op kijkers van Homeboy en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. Wat leuk dat je er weer bent. De vorige keer waren wij geëindigd met Shania die weg aan het zwemmen was voor ons. En hadden wij een krokodillenverblijf aan u gebouwd. Waarbij wij een stukje buiten de borden zijn gegaan. En ook zijn we erachter gekomen dat ons glas hier op sommige plekken helemaal cracked is. En dat is hier blijkbaar ook. En dat schijnt dus zo op meerdere plekken te zijn. Dat is een probleem. Want kijk, als het deze beesten uitbreken, die Warthogs, volgens mij is dat niet extreem erg. But if the crocs are breaking out, it is not very good. Dus, ik weet niet precies hoe we dit moeten fixen. Of we dan een ander hek moeten hebben. Of dat we dan, weet niet. Dus even, laten we eerst in ieder geval even zorgen dat er een mechanic deze kant op komt. Ook hebben we wat problemen met staff voor de facilities. En we hebben nog steeds een beetje een issue met de aardvarkers die gestrest zijn. Blijkbaar hebben we hier ook iets. We hebben wel mechanic research complete. Kijk, we hebben een muur. Heel fijn. Daar hebben we niks aan. Wie wil er nou een muur? Kun je de dieren niet meer zien? We kunnen volgens mij wel zo'n tour door een soort dieren shit maken. Dat dan wel safe is volgens mij. Maar dan moeten we wel allemaal dieren hebben die bij elkaar kunnen, denk ik. Dat is op zich wel een tof idee om later hier zo te maken. Een soort savannegebiedje waar je dan met een soort tour doorheen kan. Ik geloof dat dat wel kan. Ja, kijk hier. We kunnen inderdaad... we kunnen een monorail transport maken. Maar moeten we dan... Ik weet dat er in de game een ding zit. Moeten we dat dan leren? Transport rides. Oké. I see. Dat betekent dat we dan... Toch misschien even een paar... Sowieso misschien moeten we even wat mechanics aannemen om die scheids te fixen. Op zich staan we wel weer een beetje oké qua geld. Dus laten we er gewoon 2 bij nemen. Dan hebben we in ieder geval 2 mensen die gewoon constant het park ook nog kunnen managen. Kijk, want dan kunnen we nu hier zeggen... mechanic urgently assigned. Oké. We hebben weer een research complete. Wat hebben we dan? Nog een muur, super fijn. Maar ik wil eigenlijk die one-way glass. Komt hier nou een mechanic deze chaise maken dan? Of hoe zit het? Ja, is hij nu de glas aan het fixen? Hij is het glas aan het fixen met een hamer. Yes, very good. That's how you fix. Laten we dan eens... onze vendingmachine is kapot. Daar moeten we ook even een mechanic heen hebben. Maar laten we eerst eens even kijken naar die... de hoeft niet meer gecued te worden. Ja, zie je wel. You up to use the facility. En het gaat om de workshop. Dus ik dacht dan bij mijn eigen. Laten we die er gewoon nog even... wil ik wel dat hele ding selecteren als dat kan. Laten we die dan gewoon nog even eentje neerzetten. Zodat ze niet meer hoeven te queuen. Misschien dat we uiteindelijk ook even moeten investeren in een grotere, zeg maar. Dat we hier gewoon wat dingen weghalen en daar grotere gebouwtjes van maken. Maar ik denk dat we dat ook eerst moeten researchen. De grootste zorg die ik nu heb is deze klote beesten. Want hun zijn dus de hele tijd gewoon in één keer gestrest. En I don't know why. Because they have plenty of verstopplek. They have plenty of gras. Ze hebben een steen. Ze hebben speelgoed. Maar ze zijn gewoon de hele tijd fokt. En ik niet begrijp waarom. Ik niet begrijp. Ondertussen lijkt het me ook een goed idee om even te kijken naar de guests. Tickets are great. Feels pretty small is great. Time to go home. Vending machine is busy. Oké, dus de vending machine hier is wel busy. Misschien moeten we deze dan gewoon ook nog eentje erbij zetten. Zo. Hier aan de hand. Mechanical research is complete. Power. Wat hebben we gekregen bij Power? Hebben we nu een zonnepaneel gekregen? Is dat iets? Did we receive zonnepaneel? That would be very nice. Een windturbine. Wat heeft... maar die heeft geen negative impact. Die heeft wel een kleinere cirkel. Maar dat maakt misschien niet uit. Die heeft... Dat is wel chill. Dan kunnen we gewoon overal van die windparkjes neerzetten. Dan kunnen we die generatoren... Want die hebben een negative impact. En hebben ze een heel pad nodig. Man, dit is handig. Dit is handig. Ondertussen wil ik eigenlijk hier ook nog even naar die exhibits kijken. Want het lijkt me handig dat we daar ook gewoon even op gaan. Group size is too large. Hebben ze weer babies gemaakt? Kunnen we die beesten niet castreren of zo? Ja, het zijn weer 100.000 babies. Even kijken. Dan selecteren we ze weer allemaal. Maar kunnen we die beesten castreren? It seems like nee. Dat is wel een beetje jammer. Ik had namelijk een beetje de hoop dat we dat konden fixen. Maar dat is dat is wel fucked up. Maar ik wil dus even 2 exhibits erbij maken.
Want volgens mij leveren die dingen ook best wel bezoekers op. En ik wil zo meteen even gaan kijken naar marketing. Want wij hebben nog steeds die challenge. We moeten ook even naar crimes kijken. Souvenir profits. En release 1 aardvalk to the wild. Maar hebben wij een babi aardvalk? Hebben we dat? Waar de fuck zijn de aardvalkers? Dit is verstopt hier. Volgens mij hebben we namelijk wel een babi aardvalk. Hallo? Sta stil! Waarom hebben we hier een melding? Young adult, adult en adult. Volgens mij kunnen we deze dan release to wild doen. Krijgen wij namelijk wel weer punten voor. Hoppakee. Dan krijgen we ook een bonus. Hier, claim rewards. Hoppa. Dan moeten we alleen die reduced crime doen. Have no crimes for 3 maanden. Hebben wij crimes? Kunnen we dat zien? Crime. Hier, we hebben nooit. Oh, wacht even. Jawel, pickpocket. Pickpocket victims. Oké, misschien moeten we dan ook meer camera's gaan plaatsen. Ja, maar laten we eerst eens even kijken naar die exhibits. Waar kunnen we die ook alweer kopen? Hier. Damn, dat is wel lijp. Oh, die dingen waren inderdaad wel kapot duur. Laten we die gewoon weer hier eentje neerzetten dan. En daar eentje neerzetten. Dan hebben we wel gelijk al ons geld gewoon verkloot. Maar dat maakt niet uit. Dan sparen we gewoon even nog. En dan gaan we ondertussen eventjes dadelijk koekeloeren wat we hier neer willen zetten. Dan kunnen we bij exhibit trading. Dus even... Oh wacht, we moeten trouwens eerst even deze allemaal... Release to wild. We zouden daar, want we hebben nu een... Wat hebben we hier zitten? We hebben hier een poison frog. En we hebben hier een anaconda. We zouden daar een spin kunnen doen en een schorpioen. Dat is op zich wel leuk. We kunnen daar een slak doen. Gek grote... Oh, we kunnen ook zo'n leguaan doen of zo. Dat is ook wel vet. Dus daar moeten we nog even over nadenken. Op zich, een spin... Spin is wel eng, maar dat trekt denk ik wel bezoekers. Wat is een... Een Gila monster. Dat is ook al, ziet er ook wel gaaf uit eigenlijk. Ja, laten we deze gewoon kopen. Dit ziet er wel vet uit. Ik denk dat mensen... Dit is een monster. Dan kunnen we gewoon zeggen dat dit een monster van Loch Ness is. Mensen gaan daar wel voor komen. Weet ik zeker. Dan moeten we alleen nog even nadenken wat we dan in godsnaam met die tweede gaan doen. Ascent to Zoo. Zetten we die daar neer. Moeten we straks alleen even kijken. Want dan moeten we ook even vet research daarop zetten, denk ik. Galia monster. Ga jij dat maar doen? Oh, we moeten hier ook even voor researchen trouwens. We hebben niet genoeg vets. Misschien moeten we die ook even... laten we dat even nog niet doen. Op zich is het wel prima. It's not in the right humidity. I know. It's coming good. We gaan opzoeken een Gila monster. Die hebben een temperatuur tussen de 35 en 42. Dat maken we 38 en 20% van. Hier, hoppakee. 38 en 20. Waar is 20? 20. En die layout kunnen we nu waarschijnlijk nog niet zo heel veel doen. Nope. Dat is wel zeer jammer. Nee, daar kunnen we nu gewoon nog even niks aan doen. Maakt niet uit. Als het goed is, gaat die welfare dadelijk wel omhoog. Als het goed is, gaat die midden die nu... Nee. Ja, ik wou zeggen, welfare gaat gelijk omhoog. Dan is waarschijnlijk nu, ja, de layout nog niet goed. Maar ja, dat kunnen we dan gewoon nu even nog niks aan doen, weet je. Wat we dan wel gaan doen, is even deze kopiëren. Oh, wacht, laat maar. Die staan er al. Ah, grapje. Niks zeg. Dan zetten we deze even aan op de Gila monsters. Hoppakee. En ik dacht dat we daar ook nog een speaker op het dak hadden gezet overal, toch? Ja. Dat gaan we dan hier ook even doen, denk ik. Valt dit buiten de stroomgebied? Ja, perfect. Kijk, dan hebben we hier ook weer mensen die geëducate worden. Dat is helemaal dikke prima. Dan wachten we dat we weer even wat geld hebben, low on cash. En dan gaan we toch eens even kijken. Dan gaan we toch eens even wat meer... camera's neerzetten. Waar vinden wij de camera's? Staat dat bij facilities? Hier, wacht. Camera's. Want dan moeten we toch eens even... Er staat dat we een camera hebben, maar ik weet begon niet meer... Oh, die hebben we daar neergezet. Laten we er dan ook even eentje neerzetten hier bij de ingang. Hier op de splitsing misschien. Hier tussenin. Nee, wacht. Zetten we hem zo neer. Dan zetten we er hier gewoon nog eentje neer. Zo, misschien hier nog even eentje. Volgens mij hebben we dan best een prima coverage voor camera's. Nou, misschien in dit hoekje hier nog. Zo, dat heeft ons best wel ziek veel geld gekost. Maar hopelijk gaat dit wel bijdragen in het, oh, en de camera's. Ja. Oh, die camera's hebben best een goede view. Oh, dat is wel nice. Kijk, maar hopelijk gaat dat dan bijdragen aan de veiligheid. De vet research is complete. Kijk, daar houden we van.
Common Wartok, die hebben we dan nu completed. Dan kan zij meteen door met de Garryol gaan checken. Dat zou wel chill zijn. We hebben low on cash. En we hebben de inspector, zag ik net. Waar is ze? She's there. Beter hebben we nu wel gewoon een volledige 5 sterren of zo van alles. Ik bedoel, kom op. Deze zijn niet gestrest voor een keertje gewoon. Dat vind ik sowieso al een absolute win gewoon. Deze zijn ook gewoon een keer niet gestrest. Ze hebben alleen wat meer enrichments nodig. Dat kunnen we fixen. Wacht, pauze. En dan habitat, enrichment items. Dit zijn de common wartok. AB, common wartok. Hier kunnen ze gekke belletjes kunnen ze krijgen. Scratching tree, dat is ook wel leuk. Dus ze die dingen al hebben, maar die krijgen ze er ook bij. En een sproeier hebben ze die. Die hebben ze al wel, volgens mij, ja. Hier krijgen ze ook nog een andere doosje. Oh, dikke prima. Volgens mij zijn de enrichments... Ja, precies. Precies. Hoppakee. Beter gaat ze dan gewoon even zeggen van... Hé, man, dit is goed. Dan hebben we ook weer mechanic research complete. Voor de... Ja, weer die stomme barriers. Damn! Of is dit gewoon een standaard plaatje of zo? Wacht, hebben we nu... Ik ben toch barriers aan het researchen? Kom op. Give me the damn... De habitat is glas. Oh, wacht, we hebben... Nee, dit is niet one-way glass of wel... Is dit one way glass? Nee, dit is niet one way glass. Waarom zou ik een muur willen? Dat is toch stom? Geef me nou dat one way glass. Ondertussen moeten we wel even geld gaan sparen. Misschien dat we toch wel een lening af moeten dan sluiten. Ah, kijk eens hier. Perfect. Deze heeft gewoon een 5 sterren rating gekregen, joh. Ik weet niet waar de hel die is, maar... Een van onze wurgtucks. Waarom kan ik nou weer niet... Hij is lager. Ik kan niet lager ineens, oké. Heel nice. Deze heeft gewoon 5 sterretjes gekregen, joh. Nou, te top. Top. Daar houden we van. Beter hebben we dan de tweede dadelijk ook gewoon 5 sterren. Waar is ze? Ze is nu aan het kijken naar de crocs. Deze zijn net nieuw. Dat is misschien wel een beetje kut. Want hun hebben natuurlijk nog... Ja, hun hebben het... Nou, hun zitten nog best wel goed eigenlijk. Alleen de last meal quality was niet geweldig. Ja. Ik denk niet dat we daar veilig aan kunnen doen. Nee, daar hebben we namelijk nog niet naar gekeken. Oh, hier kunnen we wel trouwens shit geven, zodat ze niet... Kunnen we dat bij hun ook niet? Nee, waarom kan dat bij deze beesten niet? Damn. Oh ja, wacht, dit beest had ook weer een offspring gehad trouwens, die kinker. Oh, valt wel mee. Maar het zijn er maar 2. Nou, dat is acceptabel. Die mogen wel blijven zitten, totdat het een probleem wordt weer. Zo, kijk, onze cash even gaan, joh. Wat gebeurt hier? Waar verdienen we zoveel aan? Ticket sales, shop inkomen. Oh... We hebben ook een nieuwe exhibit species welfare. Increase the average exhibit species overall welfare to 88%. 77% is onze overall welfare op dit moment. Damn, dat is op zich best hoog. We hebben gewoon 5 van de 5 sterren overal. Perfect. 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 Betekent dit dat wij kunnen reclame maken voor het beste zoo ter wereld? Is dat een ding? Kunnen we dat nu doen? Ik vind van wel. Laten we daar sowieso eens even naar kijken. Dat we gewoon naar marketing kijken. Even kijken, want wat hebben we hier allemaal? 1000 euro voor low impact marketing. 5000 voor high impact. Nou, hier hebben we sowieso geld voor. Laten we gewoon eens... Ja. Laten we het... We zetten het op de ding. Ja. Op de doos met spul. Ah, de education facilities zijn wel wat slechter. Damn. Oké, dat ging heel snel weer uit mijn beeld. Maar daar moeten we dan misschien nog wel iets aan doen aan education. Wat zie je dan? Can't find an accessible research center. Heb je toch zat research centers? Of wat? Workshop, staff room, workshop. Hebben we geen research center hier meer? Workshop, research facility. Ah, dan beunen we die er toch eentje bij. Hè? Prima, joh. Prima, joh. Oh, we hebben net wel ziek veel geld uitgegeven eigenlijk aan... Ja, maakt niet uit trouwens. Hier. Tada! Oh, kijk eens, joh. Ons inkomen gaat nu wel echt ziek hoog. Hier. Ga eens even... Hier, onze bezoekersaantal stijgt hem ook echt. Kijk, dat is wat we willen zien. De groene cijfertjes, jongens. De groene cijfertjes. Kijk, ze eens binnenkomen en betalen. Dat is zeer nice. En ik hoop dat we dan nu... Ah, die stinkkikker heeft weer een opspring gehad. Oh, stinkkikker. Het zijn er ook gelijk weer. Oh, valt mee deze keer. Benjamin, kunnen we deze niet gewoon alvast hoppakee? Kunnen we ze gewoon instant verkopen? Imagine, je hebt net kinderen gekregen. Hoppakee, weg. Het levert ons wel veel van die gekke punten op trouwens. Dat is wel positief. Hé, waarom hebben we dit niet aanstaan? Stop ho. Hebben we dat allemaal niet aanstaan hier? Ah, stop ho. Mevrouw, ga even aan de kant. Ik ga even voor het bordje aanzetten. Dan stop ho. Zo.
Nu staat hij wel aan. En dan denk ik dat wij hier op zich best een leuk gebiedje hebben nu. Hier ook wel. Ik denk dat we hier nog wel wat met planten beter kunnen doen. Ik denk dat we langs de paden ook wat meer natuur aan moeten gaan leggen langzamerhand. Hey, waarom gaan we in de rode cijfers? What's going on? Oh, we hebben de staff wages betaald. Oké, ja, nee, dat is logisch. Ik zit te denken om dan misschien toch binnenkort even een leningje te nemen. Zodat we hier gewoon een heel groot gebied kunnen maken met zo'n autootje erdoor, zeg maar. Ik denk dat dat ons best wel geld op kan leveren. Als we daar gewoon ook een kleine entreeprijs voor vragen. Is ons glas trouwens gefixt? Nee, niet bepaald. Hij is wel op 57%. Misschien moeten we toch die mechanic even bellen. Kijk hem rennen, joh. Wat een gek. Hallo on cash. Vet research complete. Is dit voor de krokodil? Dit is voor de Gila monster. Oké, dat is wel handig. Dan kunnen we het gelijk even aanpassen. Layout. Kijk, dan is hij ook weer wat blijer. Dat vind ik persoonlijk zeer positief. Ja, low on cash. Valt toch best wel mee? Ja, kom op. Ik vind dat best meevallen. We zitten op 5000 profit. Dat best meevallen op dit moment. Hier, we verdienen op dit moment 17.000 in totaal. Ja, gaat wel weer 11 vanaf. Ja, dat wil zeggen dat je wel op zich... Nee, onze winst gaat op dit moment echt dikke prima eigenlijk. Is die guy dat glas nou aan het maken? Het is 63%. Nog steeds niet dat het echt hoog wordt of zo. Volgens mij zijn nou wel de cracks eruit, of niet? Ligt het aan mij? Nee, volgens mij wel. Vet research complete. Wat is dit? Ah, voor de krok. Kijk, dat is voor de krok. Kunnen we dan de krok nu een beter eten geven? Want dat was een probleem blijkbaar. Laten we deze dan iets hol. Is dat trouwens een probleem voor alle dieren? Hier bijvoorbeeld ook een probleem. Waar hebben we even een dier? Hallo, dier. Deze. Ja, less milk quality. Ai. Oei. Tot wel een probleem weer. Want dat eten is gewoon duurder. Dan moeten mensen ons meer centjes geven. Want dit is... Ja, dit is 1300 per food en dit is 1200 per food. Oh, we hebben te weinig bedding en we hebben te weinig feeders. Nou, we hebben wel meer dan genoeg enrichments. Mechanic research is compleet. Hebben we nu eindelijk de juiste barriers. You have discovered one item over one teams. Yeah, but what? What do we have? What? Tell me what? I want the one-way glass. Not the fucking gas barriers. I don't give a damn. Hey man, de aardvarken krijgt een kind. Kunnen wij weer verkopen? Kijk hem nou. Gaat me hier iets magisch meemaken? Nee, niet. Hij gaat even een rustig plekje opzoeken. Of gaat hij het kind instant aan die mensen hier laten zien? Dat is gewoon zo. En dan... Kijk, kind. Nee. Hello? Oh, hij gaat liggen. Hij gaat liggen. Is dit het magische? Oh mijn god! Er is een babi genoeg. Of aardvark. En hij heeft gelijk al een animal appeal van een gouden ding. Nou, joh. En deze mensen waren er gewoon getuigen van. Jullie education is echt... Bouwt slecht gewoon. En jullie hebben dorst. Misschien moeten we dat ook even fixen. Een keer wat meer shopjes in dit gebied. Want hier staat nu echt helemaal niks. Hier heb je... Zeg maar binnenkomen. Dan is het hier. Koop. En dan hier heb je niks meer. Misschien moeten we dat wel even fixen. Het ziet er naar uit dat deze bijvoorbeeld heel weinig wordt gebruikt. Die zouden we kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld... Daar. Wordt deze gebruikt? Deze wordt nog wel gebruikt op zich. Dus dat is op zich wel oké. Maar deze wordt gewoon niet gebruikt. Misschien moeten we die gewoon hier neerzetten. Gewoon zo. Misschien is dat wel een goed idee. Misschien dat mensen dan hier zitten van... Hé, drinken. Poh. Ja, oké. Volgens mij is iedereen wel blij. Volgens mij moeten we dat ook wel even in de gaten houden trouwens, hoor. Wat is dit trouwens? Geen idee. Maar volgens mij moeten we dat wel echt even in de gaten houden. Dat we die... Hoe is het met de crime trouwens? Is dat al minder geworden? Kunnen we dat niet gewoon zien? We hebben gewoon geen... Ja, feel spready small. Maar over het algemeen... De aardvark, de view is fine. Oké, die aardvarkers die willen dus... Maar pretty small. Yeah, I know. We're working on it. But you need to give us more money. Because if you don't give us money, we cannot breed uit. Tickets are underpriced. Kijk, dat is wat we willen horen. Want dat betekent dat we omhoog kunnen. Dan gaan we hem naar 6 en 4 euro zetten. Ik denk dat dat wel een goede prijs increasement is. Nog steeds underpriced. 7 en 5 dan. Nog steeds. Ah, nu niet meer. Vet research. Complete. Nice. Wat hebben we hier nou nog gekregen? Voor de Gila monster. Kijk, perfect. Dan kunnen we dat gelijk ook even choppen. Exhibit 1. Ik zie dat er iets mis is met een van de dieren. Oh nee. Layout, snel even dit fixen. Lampjes aan. Hoppakee. Let's go. Het zijn weer die stinkaardvarkens. Laat me raden. Weer gefucking stressed. Ja, hier stress. Fuck af hoor. Daar gaan we gewoon niks aan doen ook gewoon. Hou op met me. We zijn bezig met glas uitvinden, ja? Keep it calm. They are working...
Als je hier staat, you can see them working hard there, you know? You see, kijk, als we hier even naar binnen kijken, dan zit hier niemand. Maar er is vast wel iemand ergens hard aan het werk. Hier, kijk, zie je? Hij is me toch kapot hard aan het werk, jongen. Je ziet hem tekenen, hamertje, gekke boormachine. Mag wel even een keer opruimen hier trouwens, zeg ik heel eerlijk. Maar hij is hard aan het werk voor jullie. En hier deze guy, oh, weet ik veel wat hij aan het doen is. En deze, hier, deze is ook hard aan het werk. Zie je, met een andere hamer. Het domme man. Hoe rust komt er allemaal aan, beestjes? Gaan ze nu daar weer lopen miepen voor Muup? Misschien moeten we ook meer vuilnisbakken plaatsen trouwens. Ik weet niet of ik die heb eigenlijk. Oh, die heb ik best wel gewoon. Hebben we überhaupt security trouwens? Hé, hey, we kunnen educators aannemen. Hé, hey, maar dat is wel een goed idee eigenlijk. Als we die nou eens gewoon 2 aannemen, zo. En dan kunnen we die toch een pad geven. Ik heb jullie net aangenomen. Hoe ga je nu al voor een... Oké, okay, kijk, dan pakken we hier dit stuk. En dit noemen we dan... exhibits. Ja. En dan noemen we dit gewoon de... animals. Kijk, want dan kunnen we dit zo doen. En dan wil ik dus even kijken. Misschien dat dit werkt namelijk. Dan geven we gewoon deze guy. Nee, niet die keepers. Die educators. Geven we hem animals. Hé, hey, ik had toch net ook een andere gemaakt? What the fuck? Huh? What the fuck? Ik had toch ook hier animals? Oh, damn. Edit workzone. What the fuck? No staff room in workzone. Oh, moet daar een staff room in de workzone voor zijn, ja? Maar dat hebben we bij die andere toch ook niet? Hup. Edit workzone. Dat is het hele probleem, ja? Doet die het nu wel dan? 5 buildings. Die... Ja, jullie zijn resting, maar daar hebben we niet... Daar hebben we niet... Wow, jouw energy is bijna op. Waarom? High workload, high workload. Oei. Laten we dan nog 2 extra keepers aannemen. Oh, dat is er 1. Laten we jou ook even educaten dan. Dan krijg je ook iets meer salary. Maar die mechanics... Nou, hun zijn natuurlijk researching. Dus dat is een beetje het ding. Laten we dan die 2 die onvoed zijn gewoon even lesgeven en iets meer betalen. Ik denk dat hem dat wel kan worden. Want deze heeft een low workload. Security guard. Oh, damn. Deze hebben ook een hoge workload. Die caretakers. Laten we jullie dan allemaal even educaten. En dan gaan we jullie gewoon naar 2,50 betalen. Ja, die vendors die zoeken het maar even uit hoor. Die hebben het echt niet zo heel druk. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Oh, kijk, de verkoop van Plus is weer begonnen. De scamtrain! Boah! Zie je hem rijden daar zo? De scamtrain zo. Ja. De scamtrain. Dit is echt de beste scam die we ooit hebben gemaakt. Misschien moeten we er ook gewoon een 2e bij zetten. Wacht. Als we er nou gewoon hier nog eens even eentje bij knallen gewoon. Zo hier in het hoekje. Wat? Ah, deze hoezo heeft deze geen vendor. Wat onzin. Ja, dan halen we er even eentje bij op. Prima. Hier, een vendor. Hier, hoppakee. Hier, koop plus. Deze guys hadden een plus en alsnog gaan ze kopen. Hier, get the fucking scam. Ja man, en nu stopt het met regenen. En jullie gaan allemaal nog zo'n klote ding kopen. Omdat zo de game werkt. Het wordt nu wel druk op dit pad. Het is wel een beetje klote. Hier, jullie gaan allemaal nog een paraplu kopen. Geef mij meer regen. Gratis geld. Oh, dit maakt mij enigszins zo blij. Dames en heren, daar gaan we het in ieder geval wel mee afsluiten met de scamtrain. We hebben vandaag niet heel veel bijgebouwd. We hebben wel goede inspector results gehad. Op zich hebben we ook gewoon het park even een beetje uitgebreid. Even gewoon goed naar onze staf gekeken. De volgende aflevering gaan wij hier een savannegebiedje proberen uit te breiden. Tenminste, dat is de bedoeling. Hopelijk laat ons geld dat ook toe. Dat gaan we gewoon zien. Ik zeg voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Beloon het dan met een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vond je de video minder leuk? Doe dan een blauw duimpje omlaag. Maar dat zou natuurlijk jammer zijn. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie in de volgende Planet Zoo. Ik zeg nog maar 1 ding. En dat is Oetmoen. En tot de volgende. Doei!